Ja, het is toch wel lies en bovenbeen. En dat gaat dan door richting je knie. En daar heb ik al een tijdje last van. Maar nu, omdat er een bepaalde verrekking is geweest of iets bij de lies, is het weer teruggekomen. En ja, dat voelt niet lekker. Er is nog een twijfel, daar moet ik nog wel even over overleggen. Hij zou wel kunnen. Alleen dan moet ik even kijken of we dat gaan doen. Ja, want het is natuurlijk ook een risico. Ja, nou goed, dat moet je natuurlijk meenemen in het verhaal. En als je niet helemaal fit aan de wedstrijd begint, van hoe ver kun je dan wel? Dus daar moet ik nog even overleggen. Ja. Terwijl jij de specialist bent van de play-offs, hè? Na vorig jaar. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het zijn wel mijn wedstrijden. En het is echt zonde dat je nu minuten moet gaan missen. Dus, maar ik heb vorig jaar ook een aantal minuten gemist. Ik heb ook op de bank begonnen tegen Go Ahead. En in de finale heb ik tegen Volendam de helft, of de eerste wedstrijd niet gespeeld. Dus misschien houdt het me wel weer een beetje scherp dat als ik erin kom dat ik nog meer wil. Misschien weer gaan scoren. Dus laten we dat hopen. Dat liedje van Onze Seizoenen Zijn Lang, dat is een terecht liedje, hè? Ja, dat klopt. En we zijn er hartstikke blij mee dit jaar. Dat we die na een competitie halen. Dus we moeten ook nog zorgen dat we hem halen. En dan winnend afsluiten. We praten wel allemaal over de finale. En ja, dat doen we zelf soms ook. Dan zit je al richting die finale te denken. Is het verstandig om te spelen, omdat we daarna nog twee wedstrijden hebben. Maar eerst nog bereiken die finale. We hebben gezien dat de MVV een lastige ploeg is. En we hebben er veel moeite mee gehad daar in Maastricht. Thuis spelen we natuurlijk meestal wat relaxter, wat beter. En, we zijn van plan om dat morgen weer gewoon te laten zien hoe we normaal spelen. Want dat is ver onder de mate wat we in Maastricht hebben laten zien.